Als het goed is, weten jullie het. Het geweldige nieuws dat ik toch bij Barcelona kan gaan spelen. Oh, het was even willen knijpen, want ik zat nog bij Bayern München. Ik wou graag naar een goede Premier League club op Barcelona. Het liefst Barcelona. Maar in ieder geval, ik dacht ik krijg geen contract meer. Maar toch wel. We hebben een contract gekregen bij Barcelona. En daar zijn we nu hoor. En dit seizoen moet het dan gaan gebeuren. We moeten nu de Champions League winnen. Dat heb ik vorig seizoen niet gehaald met Bayern München. Hopelijk gaat het nu wel lukken met Barcelona. Dat zou mooi zijn. Maar ik moet natuurlijk wel even mijn basisplek hier gaan vaststellen bij Barcelona. Dus dat moeten we natuurlijk ook gaan doen. En ondertussen gaan we trainen. En het wordt gewoon weer een lijp seizoen. Een lijpe aflevering op deze manier. Barcelona, ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. We spelen natuurlijk ook nog met Messi. Die is op dit moment 88 rated. Dat had ik gekeken in de vorige aflevering. Maar misschien dat hij verderop in het seizoen ook nog wat omlaag gaat. Want hij is ondertussen al volgens mij 35 hier in deze, zeg maar, FIFA carrière van mij. Dus nou, hoe ouder je wordt, hoe minder goed je natuurlijk ook wordt. Dus dat is wel een nadeeltje. Maar hey, voordat we verder gaan, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes zou super tof zijn op deze aflevering. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En voor bouwzame kleding, check natuurlijk bouws.nl. Maar ik ga gewoon even de hele tijd lekker trainen. Gaan we weer mooi omhoog. Gaan we richting die 91 beoordeling. En dat is dus op zich ook wel nice. En ik zal ook wel even kijken wat zeg maar op kalender staat. Wat zijn de wedstrijden die we moeten gaan spelen? Oh, we moeten meteen in de competitie. We moeten gewoon de derde wedstrijd al uit tegen Real Madrid. Oké, ik ga deze drie wedstrijden doen. Dus dit zijn de drie wedstrijden die jullie te zien gaan krijgen. Oh, dat gaat wel spannend worden. Dat gaat wel spannend worden meteen tegen Real Madrid. Ik ben benieuwd. Maar we gaan het zien. Die nieuwe soort van zwart-wit, lichtblauw achtergrond ziet er trouwens wel echt heel vet uit, om eerlijk te zijn. Want elke competitie heeft zijn eigen achtergrond. Ik heb natuurlijk Premier League al gehad, Eredivisie, maar nog niet de La Liga. Maar dat ziet er wel heel bruut uit. Dit zijn dus de wedstrijden van deze maand. We moeten een 9 of hoger halen. We verwachten minimaal 2 goals dat ik creëer. 7 kansen en een paaspercentage van 90. Dus dat is wel een beetje hetzelfde als ik had bij Bayern München. Maar ja, ik ben natuurlijk waarschijnlijk voor heel veel geld overgekocht. Dus ik moet het ook wel goed doen. Ik sta samen met Frenkie de Jong op het middenveld. We spelen eigenlijk dan met 2 centraal van in het middenveld. Dus Messi staat ervoor. Vati staat linksbuiten. En Trincao staat rechtsbuiten. En Dest ook nog in de verdediging. We hebben gewoon 3 Nederlanders in dit Barcelona team. Maar eigenlijk als je naar het complete team kijkt, is dit team van Barcelona minder goed dan het team waar ik vorig jaar speelde bij Bayern München. Dus eigenlijk heb ik een stapje omlaag gegaan. Maar qua club vind ik Barcelona wel net wat groter als Bayern München. Dus in dat opzicht ben ik weer omhoog gegaan. Ja. Maar hopelijk ga ik mijn eerste wedstrijd even een beetje goed spelen. Oké, nou hier, misschien nu. Geplaatst schot. Oh, dat was een prima schot. Het is trouwens wel echt heel anders spelen dan wat ik bij Bayern München deed. Bij Bayern München stond ik vlak achter, zeg maar, Lewandowski. Waardoor ik bijna gewoon een tweede spits was, als het ware. Nu ben ik een echte middenvelder. En ik sta een beetje links centraal aanvallende middenvelder. Het is gewoon een beetje een rare positie. Het is wel eventjes wennen. Hier, paas maar. En, oh, als die bal nog door was gesluit, dat had ik kunnen uithalen. Maar ik wil eigenlijk gewoon even in de eerste wedstrijd scoren of een assist. Maar daar blijf ik gewoon lekker door voor strijden. Nou hier, Frenkie, paas maar. En dan moet ik eigenlijk even naar Messi zien te krijgen die bal. Die krijg ik er ook. Hier, paas me terug, Messi. En dan het schot. Oh, dat scheelde niet zo heel veel. Ik heb al een paar kansen gehad. Alleen ze gaan er nog niet in. Maar we zijn zoveel beter dan onze tegenstander. Ik heb al 5 schoten gehad. Oké, maar weet je wat? De 6e gaat erin. Let maar op. Nou, dan eens kijken naar de statistieken. We hebben alleen maar pluspunten. En statistieken, wedstrijdoverzicht. Onze tegenstander heeft nog geen 1 schot op goal gehad. En wij hebben 73% balbezit. Dit zijn echt de Barcelona statistieken. Veel meer balbezit. Maar dan toch niet zo heel veel scoren. Echt Barcelona. Nee, maar we gaan gewoon lekker doorstrijden. En hopelijk kunnen we de tweede helft nog wel een keer scoren. Want ik heb geen zin om mijn eerste wedstrijd gelijk te spelen. Nou, oké. Nu moeten wij een keertje gaan scoren. Hier Griezmann paas maar. En dan wil ik aan de zijkant die bal geven. Dat was een goede paas. Hier paas maar terug. Of... Oh. Of score dan! Of doe dan iets goed! Jongen, dit kunnen we misschien nog gelijk gaan spelen ook nog als dit zo doorgaat. Blijf in positie. Jongen, Frenkie de Jong die staat op dezelfde hoogte als mij en die loopt echt helemaal in de spit. Ik zal eventjes in positie blijven lopen. Ik sta nu inderdaad veel minder achter dan wat ik stond bij Bayern München. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want daardoor ga je gewoon minder snel scoren. En ben je meer afhankelijk van je spits. En Messi is nu trouwens gewisseld, nu staat Griezmann daar. Zijn natuurlijk goede spelers, maar dan moeten ze het wel doen. Nee. Dit mag ons niet gebeuren. Kom op, het is tegen. Hou hem tegen. Hij houdt hem tegen.
Oké, dan kunnen wij misschien nog één keer in de aanval. Ik ga alvast naar voren rennen. Hier, schiet die bal maar naar voren. En 1 minuut verlenging. Ja, die zitten nu alweer bijna op. Ah, ze spelen veel te langzaam naar voren. En dan hebben we gelijk gespeeld. De eerste wedstrijd in de La Liga. Gelijk gespeeld. Ai, 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 ai. Tegen een niet hele goede tegenstander. We hadden dit echt moeten winnen. En niet perfect begin. Nou had ik wel zelf redelijk gespeeld. Ik had ook wel best wel wat kansen. Dus eigenlijk had ik misschien wel één keertje moeten scoren. We hebben wel gewoon lekker pluspunten. Tot nu toe goed bezig in dit seizoen. Je paas waren uitstekend. Dat mag ook wel, want dit was mijn eerste wedstrijd. En dit was ook mijn enigste wedstrijd tot nu toe in dit seizoen. Dus nou ja, dan is het mooi om in ieder geval complimentje te krijgen. Dus de eerste wedstrijd voor mij viel op zich wel mee hoe slecht, maar een beetje jammer dat Barcelona als team dan een beetje heeft gevallen. Maar als we de volgende wedstrijd in ieder geval maar gaan winnen. Oh nee, die wedstrijd daarna tegen Real Madrid. Ja, die moeten we echt winnen. Ondertussen heeft trouwens bijna nog niemand gespeeld. Misschien dat de rest zo meteen gaat spelen nog. Alleen Villarreal heeft nog gewonnen. En wij hebben dan gelijk gespeeld. Maar voor de rest heeft nog niemand gespeeld. Wat is dit, joh? Gaat de rest überhaupt nog spelen? Oh, nu heeft de rest gespeeld. Ja, kijk, nu staan we in één keer ook 13e. Wat heeft Real Madrid gedaan? En Levante, die staat trouwens 9e. Die heeft dan denk ik ook gelijk gespeeld. Ja, die heeft inderdaad ook gelijk gespeeld. En Real Madrid heeft gewonnen. Atletico Madrid heeft gewonnen. Gewoon de grotere clubs hebben wel gewonnen. Maar ja, Barcelona nog niet. Deze wedstrijd moeten we wel echt gaan winnen tegen Levante. Als we dit verliezen, dan is het echt een heel shit begin. Als we deze winnen en tegen Real Madrid ook, dan hebben we alsnog een hele goede aflevering. Dus hopelijk gaat dat gebeuren. En gaat het toch nog een beetje goed komen. Nou hier, Messi die scoort. Nee, Messi scoort niet. Messi geeft al 6. We staan in de vorige 8e minuut. Kijk, dit lijkt er meer op. Dembele die scoort. Die speelde in de vorige wedstrijd volgens mij helemaal niet. Want toen stond Fati op zijn plek. Maar helemaal mooi. We staan nu 1-0 voor. Kijk, dit moesten we even hebben. Nu zelf nog een goaltje scoren of een assist. En dan kan deze wedstrijd niet meer kapot. Dan hebben we in ieder geval een redelijk begin. Want gelijk, 2 keer gelijkspel of een gelijkspel of verlies achter elkaar. Dat zou wel heel shit zijn. Nou hier, misschien gaat dit iets worden. Hier paas maar. Ik wil scoren. En het schot. En oh, die zat bijna. De rebound zit ook niet. Oké, we hadden wel een redelijke kans. Ik moet trouwens nog even in positie gaan lopen. Want ik loop veel te ver naar voren. Ik heb nog steeds de neiging om, zeg maar, net als bij Bayern München, de hele tijd achter de spits te gaan lopen. Is gewoon leuk, want dan kan je kansen creëren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling. Ik moet meer een beetje hier blijven staan. En de pasen gaan geven. En assisten gaan geven, zeg maar. En kansen creëren. Maar we staan wel 2-0 voor nu momenteel. Dus in dat opzicht gaat het wel goed. Maar het was weer geen assist of goal van mij. En dat moet ik wel creëren. Ik moet, zeg maar, in 4 wedstrijden tijd 2 goals creëren. Een assist of zelf een goal, zeg maar. En ik heb er nu momenteel nog 0. Dus dat moet nog wel eigenlijk even gebeuren in deze wedstrijd. In ieder geval eentje. Nou, het is moment rust. Het staat nog steeds 2-0. Dat is natuurlijk dikke prima. Maar de vraag is, heb ik pluspunten? Je pasen zijn dit seizoen haarscherp. Oi, 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 oi. Ik speel dikke prima tot nu toe bij Barcelona. Qua pasen ga ik heel lekker. Daar let ik ook wel op. Ik wil gewoon zorgen dat mijn pasen in ieder geval goed zijn. Dat is het minste wat ik kan doen, zeg maar. Maar nu nog even zelf een keertje scoren of een assist krijgen. Want dat heb ik ook nog steeds niet. Hey lol, Donny van de Beek is naar Inter Milaan. Lol, oh, dat is net de transfer die is bevestigd. Staat daar linksboven nu momenteel. Wel grappig dat dat dan in het scherm komt. Oké. Dus die is weg bij Manchester United ondertussen. Nou hier, misschien dat dit iets gaat worden. Oh, ik wou eigenlijk zelf de bal hebben, maar dit is ook goed. 3-0, was het weer Dembele die scoorde? Of was dit nou iemand anders? Ik weet wel dat Messi net werd gewisseld. Oh, Lacazette, die is erin gekomen. Ja, ik wist dat Lacazette bij Barcelona op dit moment speelde. Maar ik wist niet dat hij was ingebracht, oké. Maar die was dus net ingebracht, maar 3-0, dikke prima. Ik sta in 8,1 als cijfer, dus dat is ook gewoon goed. Maar ja, geen assist of goal zelf. En daar baal ik nog wel een beetje van. Hier, Frenkie. Oh, wat een zieke paas. Oh, dat zou echt heel lijp zijn geweest. We hebben wel een pluspuntje. We hebben 150 schoten op goal gehad. Ja, hij werd geblokt, maar anders was hij op goal geweest. Dus dat is wel mooi. Dan gaan we richting de 91 beoordeling. Dat is wel echt heel lijp. Dat is inderdaad heel lijp. Maar we hebben nog 1 minuut te gaan. Heel misschien dat we nu nog kunnen scoren. Dan moet ik nu eigenlijk zo meteen de bal krijgen. Hier, paas maar. En fluit de scheids nu serieus af? Jongen, we zaten midden in een belovende aanval. Oké, dit is wel weer balen. Is balen, maar doen we weinig aan. We hebben in ieder geval wel gewonnen. Dus dat is het belangrijkste. We hebben 94% van mijn pasen die zijn aangekomen. 100% van mijn schoten. In principe is het voor mij nog steeds een goede wedstrijd. Dat sowieso. We hebben inderdaad ook alleen maar pluspunten. Maar helaas, geen goal. Oh, yo, dat was wel een hele grote stemoverslag. Oeh.
Maar geen goal en geen assist. Maar dan moeten we dat maar doen tegen Real Madrid. Gewoon de eerste goal of assist dan bij Barcelona tegen Real Madrid. Echt veel beter dan dat kan eigenlijk niet, toch? Maar we zijn ondertussen inderdaad bijna 91 rated. Dat is echt insane. Bijna. Als we nu een goede wedstrijd spelen tegen Real Madrid en we voltooien nog wat opdrachten, kan het maar zo zijn dat we dan 91 rated zijn. Ik zal trouwens even kijken of ik nog kenmerken heb vrijgespeeld. Volgens mij kan je dat namelijk hier zien. Ja, je hebt hier inderdaad effectpaas hebben we nog vrijgespeeld. En dat was de enige. Die had ik nog niet geselecteerd. Nou, dan hebben we die nu ook geselecteerd. Hebben we die er ook bij. Dus dan kunnen we blijkbaar met meer effect pasen. We staan trouwens ondertussen derde. Real Madrid heeft ook gewonnen. Dus dat is wel een grote concurrent. Die heeft nu de eerste twee wedstrijden gewonnen. En als we nu winnen van Real Madrid, hebben we in ieder geval Real Madrid weer ingehaald. Hé, hey, we hebben gewoon 3 berichten. Wow, yo. Normaal heb ik nooit 3 berichten. Oké, okay, wat een verplaatste wedstrijd. Oh, zijn 3 wedstrijden verplaatst. Dat maakt me niet zoveel uit. Nee, dat boeit niet zoveel. Oké, okay, let's go. We gaan nu even tegen Real Madrid spelen. En we hebben ondertussen nog meer berichten. Oké, okay, ik ben uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Dus dat is mooi. EK-kwalificatiewedstrijd. Oké, okay, we hebben dus EK-kwalificatiewedstrijden. Maar dat is pas voor eind volgend jaar, denk ik, of zo. Maakt in principe niet zo heel veel uit, maar dan wil ik wel meedoen met het Nederlands elftal. Ik wil sowieso een keer een EK of WK meespelen in carrière. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat Nederland überhaupt niet gekwalificeerd was voor het WK. Dus ja, dan kan je überhaupt niet meedoen. Dan kan je ook niet meespelen. Maar let's go. Laten we nu tegen Real Madrid gaan spelen. Nou, hier. Veel ruimte op eventueel een kans. Ik ga gewoon zelf schieten. Geplaatst schot. Oeh, dat scheelde niet zo heel veel. Oké, ondertussen heeft Real Madrid nou niet echt kans gehad. Maar wel behoorlijk veel druk gezet. En Real Madrid is voortdurend in de aanval. Oh, hier. Paas maar weer. Ah, jongen, dat is het nadeel. Ik wou die paas vragen en dan druk je op kruisje en dan paas je hem door. Dat heb ik wel regelmatig. En dat is af en toe wel heel frustrerend. Maar ja, doe je weinig aan. Maar in ieder geval, ik heb een eerste kans gehad. Dus dat is mooi. Maar nu moet hij er nog even in tegen Real Madrid. Nou, het is rust. Het staat dus nog steeds 0-0. Met een gelijkspel. Nou, daar kan ik niet echt mee leven. We moeten deze gewoon winnen. En alweer een sterretje. Alweer liet je geweldige passes zien. Oh, donder. Jongen, we gaan als een raket bij Barcelona. Ik ben echt de tiki-taki master. Dat is op zich wel goed, want Barcelona speelt natuurlijk ook altijd een beetje op de tiki-taka. Gewoon lekker veel pasen en dat doe ik dus blijkbaar gewoon lekker goed mee. Maar ja, nu nog eventjes een goal te scoren en echt belangrijk zijn voor Barcelona. Nee, dan moet Real Madrid niet gaan scoren. Oeh, te stegen houdt hem nog maar net tegen. Oh, dan kom ik even goed weg. Als we nu 1-0 achterkomen, dan weet ik echt niet hoe we dan nog de 1-1 gaan maken. Dus dat mag niet gebeuren. En deze gaat er ook niet in. Oeh, dat was gewoon even een op de borst aanname richting de keeper. Gelukkig gaat het goed. Ja, oh, dankjewel Messi, het schot. Nee, win het niet. Oh, jongen, misschien de herkans ik dan. Nou nee, ik paas hem nu eventjes. Hier, je kan terugpaasen en dan naar Messi. En dan hier, paas maar. En ik kan net niet uithalen. Haha, shit. Jongen, dat ene schot van net, dat was echt een lijpe redding van de keeper. Die ging er echt bijna in. Oké, we hebben nog 18 minuten om nog een goal te kunnen proberen te maken. Nou, hier, dit kan misschien niet worden. Paasje naar Griezmann, die staat redelijk vrij. Ja, nice. Ho, gelukkig. We staan 1-0 voor. Oké, ik heb zelf niet gescoord. Geen assist. Maar in ieder geval, ik heb wel een soort van de kans gecreëerd. Want ik gaf dat paasje op Griezmann. De voorassist had ik. Maar dit is wel heel nice. Gewoon eventjes samen met de Messi de celebration. Maar dit was wel knap afgemaakt van Messi. Die kwam nog voor zijn man en die wist die bal nog net binnen te tikken. Maar dat betekent dat we dus nu 1-0 voor staan. Oeh, dit was echt een hele belangrijke 82e minuut. Nu is het gewoon een kwestie van vasthouden. En dan heb ik mij niet gescoord. Dat maakt dan niet zoveel uit. We hebben dan in ieder geval gewonnen. Maar misschien dat we nog iets kunnen. Hier, steek maar. En ik sta nu vrij. En ik kan nog schieten. Nee, net niet uithalen. Oh, dat is jammer. Ja, geef de bal eerder. Ik wou toch zelf een keertje voor mijn kans gaan. Maar we gaan nog steeds prima. Ja, ik ga nog proberen om zelf nog één keertje te scoren. Het zou toch wel heel baas zijn als dat gaat lukken. Maar dan moet die bal nu wel snel naar voren. En die bal gaat nu ook naar voren. En hier, steek maar. Ah, Messi. Oh, dit kan nog steeds. En oké, we scoren wel, maar ik heb geen assist. Maar we staan wel gewoon 2-0 voor. We hebben gewoon de eerste El Clasico met 2-0 gewoon gewonnen. Dus dat is wel eventjes heel nice. En in principe heb ik goed gespeeld, want mijn passen zijn aangekomen. Ik heb niet echt dingen fout gedaan, zeg maar. En ik had volgens mij ook een 8.7 als cijfer. Terwijl dat ik niet eens een goal of assist heb. Dus eigenlijk is dat best wel heel goed om eerlijk te zijn. Ik speel helemaal niet slecht, maar de assists en goals, ah, die gaan vanzelf al komen. Maar die zijn nog niet gekomen in de eerste 3 wedstrijden. Maar misschien wel
in de volgende aflevering. We hebben 92% van mijn paasen die weer zijn aangekomen. Dus qua paaspercentage gaan we nog steeds goed. En ik heb weer een sterretje. Alweer liedje geweldig. Oh, dat hadden we in de rust ook al. Maar dat is mooi. Dat is perfect. Maar nu de grote vraag. Zijn we 91 beoordeling? Dat zou mooi zijn. Want dan gaan we sowieso qua waarde natuurlijk ook omhoog. En dan ben ik volgens mij de beste van het team ongeveer. We zijn nu nog niet 91 en ik denk na een training ook niet meer. Nee, want er gaat geen ene rating gaat omhoog. Nee, oké. We zijn nog geen 91. Misschien de volgende aflevering, maar dat gaan we dan zien. En dan gaan we ook zien welke, zeg maar, welke transfers er nog gaan plaatsvinden. Want 31ste stopt de transferperiode. En dan gaan we dan natuurlijk even checken of er nog goede spelers bij komen. En we moeten ook voor het Nederlands elftal spelen tegen Italië. En tegen Slovenië. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering. Dan gaan we eens kijken hoe dat gaat. En de Champions League komt er ook al aan. Oh, we gaan zoveel wedstrijden spelen. Dus dat is wel echt heel nice. Maar dat was dit voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!